ik ben Bart Koopman, burgemeester van Zemst. En wij stellen een stuk grond ter beschikking om een curlinghal op te bouwen. In het algemeen hebben wij een beleid dat erop gericht is om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te zetten. En het leek ons wel een tof idee om zonder veel kosten voor het gemeentebestuur ook voor andere sporten die niet zoveel beoefend worden in het land misschien, om die ook een kans te geven. Ja, het gemeentebestuur stelt een stuk grond ter beschikking. Onze budgetten zijn beperkt, de budgetten van de club waarschijnlijk ook. En het zou heel fijn zijn als iedereen zijn steentje kan bijdragen natuurlijk. Misschien wordt die curlingbaan zo'n succes dat Zemst er later op de kaart mee wordt gezet. Dat zou heel fijn zijn natuurlijk. Ik moet eerlijk toegeven dat ik nog nooit een curlingwedstrijd heb gezien. Ik heb een vaag idee over wat het is. En ik ga mij niet op het ijs wagen, maar voor de opening mag je mij zeker verwachten. Oké. Het is toch met ijs. Ja.